De uitspraken die Thijs Romer gisteren deed tijdens de rechtszaak over zijn grensoverschrijdende gedrag bij minderjarige meisjes, hebben veel mensen ongelooflijk verbaasd. Hij bleek met minderjarigen in een neepgroep te zitten met de naam douchen, zodat hij hen kon uitleggen wat je allemaal kunt doen onder de douche, als een hulpverlener. Waar komt deze zotte omgang met veel te jonge fans vandaan? Thijs, aan Katja zag ik, toen we net bij elkaar waren, dat haar manier van omgaan met fans altijd heel positief en heel honorerend was. Ik had daar niet moeten zijn in die appgroep met hen, maar het idee dat ik tegen al die appgroepjes nooit nee heb gezegd, komt daar wel vandaan. Ronald Molendijk vindt dit bizar. Hij zegt in Shownieuws, ik las dat hij ook gewoon zegt dat Katja Schuurman hem het advies gegeven dat je vooral met fans in contact moet blijven, anders word je als arrogant neergezet. Maar dat is toch gewoon. Het klinkt misschien een beetje vervelend, maar moet zo'n rechter daar ook om ginnegappen? Misdaadverslaggever Joris Peters van nu.nl daarop, nou ja, het Openbaar Ministerie had wel echt een raar gevoel bij zijn antwoorden, want ook al zegt je ex-vrouw tegen je, je moet omgaan met fans, zodra het over minderjarigen gaat en er worden dingen over vingeren besproken, dan moet je weten dat dat niet goed is. In geen enkele hoedanigheid. Presentatrice Dianta Broeks vindt het allemaal drogredenen. Het was in heel veel opzichten echt wanstaltig. Volgens mij gooide hij het ook nog op het feit dat hij Amsterdammer is en dat je dan maar zo praat. Evert Santegoets heeft nog wel meer flauwekul gehoord. En een open opvoeding, hè? Collega Anouk Smulders, en je ouders zitten er dan nota bene bij in de zaal. Dianta, die mooie familienaam die is opgebouwd in Nederland. Evert, opa Piet heeft een prachtige dynastie gebouwd met allemaal bijzondere, creatieve kinderen. Ik geloof dat Thijs altijd wel zijn oogappel was. Dat zal ook wel voorbij zijn, neem ik aan. Hij is nu wel de rotte appel in de mand. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman vindt dat Katja-argument ook heel zwak van Thijs. Katja Schuurman heeft toen tegen hem gezegd, dat doe ik met opzet, want anders krijg je het verwijt dat je arrogant bent, dus ik doe het liever zo, dan heb je minder gezeur. Hij zegt, ik heb dat een beetje overgenomen. Hij vond er dus eigenlijk niets vreemds aan dat hij op een gegeven moment in een neepgroep belandde met een meisje van 14 en een meisje van 15.